De narcist gaat jou bewust negeren, gaat elke vorm van communicatie uit de weg en gaat zich op een zeer kille en onverschillige manier richting jou gedragen. En wanneer dat je enige vorm van kritiek geeft, hoe klein dat het ook mag zijn, dan gaan ze jou de stiltebehandeling geven. De narcist gaat jou extreem negeren en gaat elke vorm van interactie met jou uit de weg, met als doel om jou te straffen, jou te manipuleren en jou te controleren. In deze video gaan we uitgebreid in op een van de meest voorkomende manipulatietechnieken van de narcist, namelijk de stiltebehandeling. De stiltebehandeling is een manipulatietechniek die door heel veel narcisten wordt toegepast waarbij dat de narcist jou opzettelijk buitensluit. De narcist gaat jou extreem negeren en gaat elke vorm van interactie met jou uit de weg met als doel om jou te straffen, jou te manipuleren en jou te controleren. Als je het al hebt meegemaakt zal je ongetwijfeld weten wat dat het is, hoe pijnlijk, hoe frustrerend en hoe confronterend dit kan zijn. De stiltebehandeling behoort tot het arsenaal van de narcist en betekent letterlijk zoals dat de term doet klinken. De narcist Gaat jou bewust negeren, gaat elke vorm van communicatie uit de weg en gaat zich op een zeer kille en onverschillige manier richting jou gedragen. Narcisten doen dit wanneer dat de zaken niet lopen zoals dat zij dat willen en zoals dat zij dat in hun gedachten hebben. En wanneer dat je tegen hen gaat, op je strepen staat of je grenzen aangeeft. Het maakt niet uit wat dat je doet, maar vanaf het moment dat dat niet past binnen de visie en de denkkaders van de narcist, gaan ze jou extreem negeren. En wanneer dat je enige vorm van kritiek geeft, hoe klein dat het ook mag zijn, dan gaan ze jou de stiltebehandeling geven. Wil je een discussie of een gesprek aanknopen waar dat je het niet helemaal eens mee bent, dan gaan ze... Of wel wegrennen of wel het gesprek beëindigen door de stiltebehandeling toe te passen. Als je met een narcist samenwoont, betekent dat beeld zonder klank. Ze gaan jou extreem negeren en ze leven als het ware naast je heen. Ze doen alsof dat je niet thuis bent. Ze gaan jou als klare lucht behandelen, en dat kan dagen, weken tot zelfs maanden duren. En als je niet samenwoont met een narcist en een afstandsrelatie hebt, dan gaan ze al jouw berichten en telefoontjes bewust negeren. Ze beantwoorden je oproep niet, ze willen jou dagen, weken tot zelfs maanden niet zien. En ze blokkeren elke toenadering die je tot communicatie met hen zoekt. En als je dan toch een poging probeert om contact met hen te leggen, dan gaan ze jou gewoon helemaal negeren. Ze gedragen zich zo cool en afstandelijk alsof dat je tegen in een muur aanbotst. En als ze dan toch moeten antwoorden, dan gaan ze dat op een zeer kille en botte manier doen. Stel dat je bijvoorbeeld vraagt waar dat ze jouw autosleutels gelegd hebben, in de plaats van te antwoorden pakken ze die autosleutels, gooien ze die voor jou neer, ze draaien zich om en ze zijn weg. En ook hier wordt de essentiële vorm van communicatie door de narcist volledig afgeblokt. En de reden waarom dat narcisten dit doen is omdat ze je onrechtstreeks dwingen om je voor iets te verontschuldigen dat je eigenlijk niet gedaan of gezegd hebt. Ze doen dat door een emotionele trigger bij je uit te te lokken, zodat je voor hen bezwijkt en op hangende pootjes terugkomt. Ze willen jou met de stiltebehandeling emotioneel volledig afhankelijk maken, zodat je smeekt om niet meer genegeerd te worden. En de stiltebehandeling valt onder emotionele manipulatie. Want vanaf het moment dat iemand, en in dit geval de narcist, negeren of stilte gaat toepassen om jou te straffen, dan spreken we over emotionele manipulatie of zelfs chantage. Zeker als ze dat gebruiken als een vorm van macht om bij jou een emotionele reactie uit te lokken. Want als je op dat moment negeren gaat gebruiken om iemand voor jou te laten bezwijken, dan ben je iemand emotioneel aan het misbruiken en dan ben je iemand zijn of haar waarden en normen aan het ondermijnen. Door de stiltebehandeling toe te passen wil de narcist jou dwingen om jouw gedrag te veranderen, zodat je je volledig onderwerpt aan de ideeën en verwachtingen van de narcist. En niet onbelangrijk om te onthouden is dat de stiltebehandeling altijd in combinatie met gaslighting wordt toegepast. Want door jou te negeren gaan ze ook heel jouw realiteit bepalen. En Veranderen. Want door die stilte die de narcist toepast, ga jij je schuldig voelen en verwacht de narcist. Automatisch dat jij gaat opdraaien voor zijn verantwoordelijkheden en voor zijn narcistisch gedrag. Ze gaan allerlei excuses gebruiken dat jij degene bent die hen verkeerd heeft begrepen. Ze rechtvaardigen hun negerend gedrag door allerlei excuses te gebruiken die totaal niets met de kwestie te maken hebben. En ze schuiven op zo'n sluipende manier al hun verantwoordelijkheden in jouw schoenen. En wat dat jij moet weten is, is dat de stiltebehandeling een rode vlag is die wijst op een toxische en schadelijke relatie. Als slachtoffer mag je er ook niet te overheen gaan en moet je ervan bewust zijn dat de stiltebehandeling altijd gecombineerd wordt zoals ik daar net al gezegd heb met gaslighting, triangulatie, aantrekken, afstoten enzovoort. En wat gaan heel veel slachtoffers doen uit liefde voor de narcist? Ze gaan zich excuseren voor gedrag dat ze eigenlijk niet vertoond hebben, ze gaan de volledige schuld op zich nemen en ze zijn bereid om de verantwoordelijkheid van de narcist op zich te nemen om de goede vrede te bewaren wat in geen geval oké okay is. Slachtoffers doen er alles aan om een conversatie en een open gesprek met de narcist te kunnen Voeren. Op dat moment ondermijn je je zelfrespect en ondermijn je je eigen waarden en normen en onderwerp je je aan het schadelijk gedrag van de narcist. Het is een serieuze rode vlag die wijst op een toxische relatie. En je moet begrijpen dat de narcist altijd stilte zal toepassen om jou voor hem of haar te laten buigen. Iedereen is in een relatie op zoek naar herkenning, iedereen is op zoek naar genegenheid, liefde en waardering. Maar wanneer dat je de fase van de stiltebehandeling bent gepasseerd, dan ben je de weg naar een open en eerlijk gesprek al heel lang voorbij. Je zal altijd blijven leden en de nachtse zal altijd stilte en andere manipulatietechnieken blijven gebruiken. Het is ook op die manier dat de narcist narcistisch voorraad van jou krijgt. Zeker als een narcist weet dat zijn schadelijk gedrag een impact heeft op jou en zeker als een narcist weet dat jij daar emotioneel door getriggerd geraakt. En hoe meer dat je eronder lijdt en hoe meer dat het jou pijn en verdriet doet, hoe meer dat de narcist jou zal manipuleren. Je moet begrijpen dat dergelijke manipulatiespelletjes nooit zullen veranderen en dat dat de manieren voor de narcist om zijn opgeblazen ego Groot te houden. Want voor hen is het vertonen van een dergelijk schadelijk gedrag een reden om hun verantwoordelijkheden te ontlopen. En dat betekent dat zij zich niet in de spiegel moeten aankijken, moeten beseffen dat zij verkeerd bezig zijn. Dus in de plaats om de narcissus tot keer te willen brengen dat hij of zij zijn verantwoordelijkheden moet nemen, draag de verantwoordelijkheid voor jouw geluk en voor jouw leven. Accepteer daarbij de stiltebehandeling op geen enkele mogelijke manier. Want de stiltebehandeling kan zich op verschillende manieren manifesteren, waardoor er gewoonweg geen einde aan komt. Ik kan uiteraard niet tegen jou zeggen dat jij de relatie moet verbreken. Ik kan ook niet tegen jou zeggen dat je moet de narcist moet verlaten. Ik kan alleen vanuit mijn eigen praktijkervaring zeggen dat wanneer dat je in deze fase bent aanbeland, dat de narcist jou nog meer van dit zal geven. En dat allemaal om de relatie naar zijn hand te zetten. Allemaal om jou te controleren en allemaal om jouw leven te beheersen. Vanuit mijn perspectief en vanuit mijn praktijkervaring en moest ik in een dergelijke situatie zitten, zou ik de relatie wel beëindigen. Want als je goed op de hoogte bent van wat een narcist is, wat een narcist kan aanrichten en wat een narcist allemaal zal doen om jou te terroriseren, met die kennis zou je nog meer de intrinsieke motivatie moeten hebben om een dergelijke persoon te verlaten. Heb je vragen? Drop ze dan zeker onderaan in de comments van deze video.